Ik verdien geen geld momenteel. Maar ik vind het wel erg dat we zo'n ruzie hebben gehad. Ja. We zijn uit elkaar eigenlijk. Ja. Ja, het boek komt er wel, maar zonder mij. Waar is de podcast heen? Want de enige manier om af te vallen is... Omdat ik dik ben. Nee. Dan zeggen ze dat influencers geen talent hebben. Mijn gewicht, afvallen. Mijn naam is Sophie en leuk dat je weer kijkt naar een video op mijn kanaal. Ik heb vandaag eindelijk weer een mukbang samen met Vera Camilla. En we hebben zoveel te bespreken, het is ongekend. Het is echt, deze video gaat alle kanten op van waar de fuck is Vera? Mijn gewicht, afvallen, beef, ons boek, de podcast, dat gaat alle kanten op. I'm scared. Ja, dit wordt echt... Maar Vera heeft lekker eten meegenomen. Woehoe! Van de Happy Italy. No spon. Oeh, oh kut. Oh. Oh nee, is het de kaas? Ja, die ligt nu los in de tas, maar dat is fijn. Met de Harm Eden sprinter. Helemaal naar Tiel. Oh, die andere ook. Oh nee. Anyway. Dit is die van jou. Oh ja, ik zie het. Nee, wacht, ik kan het scheppen met de deksel. Ik wil net zeggen. Het is een klont. Kijk, komt ie. Oh my god. De forbidden cheese. Wauw. Dan zeggen ze dat influencers geen talent hebben. Nee, Jaap. You are on a diet. Oh. Goed, oké. Zo goed voor het milieu dit. Ongekend. Ik heb de pasta met zalm, mijn go-to, als ik naar Happy Italy ga. En jij? Ik heb met pesto. En ik zou zeggen, normaal zou ik voor spaghetti gaan. Maar volgens mij, de laatste keer dat wij naar Happy Italy gingen, maakte iemand een opmerking, zal Jeroen geweest zijn, want die haat mij. Dat spaghetti zeg maar zo moeilijk is om netjes te eten. En toen was ik me opeens heel bewust van dat ik inderdaad spaghetti niet netjes kan eten. Dus ik heb pennen gedaan. Nice. Voor jullie, zodat het netjes is op beeld. Zodat jullie niet getraumatiseerd worden. Precies. Nou, dat vind ik lief van je. Goed, hè? Eet smakelijk. Waar gaan we beginnen? Ja. Het is jouw video, dus... Ik zeg, we gaan beginnen bij mijn gewicht. Oké. Er zijn heel veel mensen die constant vragen hoe ik ben afgevallen. Ik dacht eigenlijk, ik ga er niks over zeggen... Maar ik dacht, met Vera erbij komt het wat genuanceerder over. Omdat ik dik ben. Nee. Nee, omdat ik dadelijk wat ga vertellen. En als ik dan iets dom zeg, dan zeg jij... Snap je? Ik durf dat niet. Oké, dus ik ben een soort politie. Oké. Ja. Ja, super. Want de reden dat ik daar niet over heb gedeeld is... Omdat ik weet dat het voor sommige mensen heel erg... Ik kan zo'n video maken en die noem ik dan... Hoe ik 30 kilo ben afgevallen. En dan weet ik gewoon dat het goed bekeken wordt. Ja. Want dit heeft mij... laten inzien, mijn afvallen, dat dit echt voor heel veel mensen hun Roman Empire is. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, oh, het is eigenlijk best wel sad. Maar bij mezelf ook, hoe lang, als je al kan herinneren, ben ik eigenlijk bezig geweest met hoe kan ik afvallen. Ik was even een tijdje body positive natuurlijk. Maar ik wil niet het account zijn wat mensen trekken. Ik wil geen afvaltips delen. Ja. Ik heb wel een paar tips. Ik kan ze, zeg maar, een soort van, ik laat het gewoon even algemeen. Oké. Want heel veel, ook even voor de Ozempic rumors. De enige manier om af te vallen is meer calorieën verbranden dan wat er binnenkomt. Ja. Want heel veel mensen vragen zich af, hoe kan jij zoveel shit eten en dan toch afvallen? Het maakt niet uit wat je eet als je maar meer verbrandt. En dan is er ook nog iets belangrijks wat ik heb geleerd. Gewicht verliezen, iets heel anders is dan vet verbranden. Oké. Dus er is ook een verschil tussen afvallen en vet verbranden. Dus Oké. Dan weten jullie dat. Zoek het zelf allemaal uit. Een account wat ik bijvoorbeeld heel fijn vond op TikTok is Pam in the Gym. Zou het ook Insta. Dus dan zou ik zeggen, ik heb daar veel aan gehad. Ik heb ook al mijn info van TikTok afgehaald. Ik wou dat gewoon even zeggen, want ik wil niet het account zijn wat afvaltips deelt. Dat wil ik gewoon niet. Ja. En ik weet, ik kan zweren dat Sophie geen Ozempic heeft gebruikt. I swear. En jij haat mij sinds ik ben afgevallen. Ja, enorm. Nee, natuurlijk niet. Vera is er geen fan van. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar nee, luister. Mij boeit het niet of mijn vriendinnen aankomen, afvallen, et cetera. Maar zeg maar, op dit moment zie ik gewoon dat het niet heel goed met jou gaat. Wow. En ik zeg niet dat dat per se met het afvallen te maken heeft. Maar ik ben zeg maar bang voor dat... De kans is zeg maar groot, waarom ik bijvoorbeeld heel erg anti-diëten ben, is, ik zeg niet dat jij een dieet hebt gedaan, maar wat vaak gebeurt is, als je afvalt, dan kom je ook weer gewicht aan. En dat kan best wel mentaal heftig zijn, zeker als je zo blij bent met dat je bent afgevallen. Dus
ik denk dat het heel erg belangrijk is dat een ieder in welk lijf of lichaam dan ook blij is met wie die is. Of je nou dus dikker bent, dunner bent. Want het is ook normaal. Je lichaam en jijzelf ook verandert je hele leven. Dus het is heel normaal dat je straks weer, als het 2 kilo, als het 10 kilo aankomt. Maar dat het dus wel een proces gaat zijn om daar dan ook weer oké mee te zijn. En ik moet ook zeggen, want ik heb toen ik 17 was of zo, en whatever, toen had ik vooral heel veel moeite mee. En toen ging ik echt van die gekke diëten doen, inderdaad. Bij mij is oprecht mijn maag gekrompen door de baby. Ja. Ik heb zoveel minder honger en ik zit zoveel sneller vol. Ja. Daarom zeg ik ook tegen iedereen, mijn ultieme tip is maak gewoon een baby. Want het kan niet dat die zwangerschap daar niks aan heeft gedaan. Want in één keer had ik minder honger. Maar wat als jij bijvoorbeeld over een jaar wel weer honger krijgt? Dan ga ik meer vapen. Super. Oké, heel gezond advies. Ja. Mensen maar zijn veel aardiger nu tegen mij. Ja, en ik ben nadenken, valt er nog meer over te zeggen. Nee, volgens mij niet. Nee, ik denk het ook niet. Ja, en ik heb ook heel veel gesport, hè? Zo. Jongens. Ja, ja, ja. Dat heel veel mensen ook, hoe ben je zo mooi opgevallen? Dan denk ik, dan is het eerste gewichtverlies en vet verbranden. Want je kan de hele dag op 2 paprika's gaan leven. Ja. Maar dan verlies je gewicht, maar je verbrandt geen vet. Ja. En als je dan vet verbrandt, tegelijkertijd spieren opbouwt. Dan zie je er al heel veel uit. Heel veel gesport. En ja. Nu dus vanwege je operatie even niet. Ja, echt kut. Ja. Maar ook weer niet zo kut dat ik zeg maar helemaal gek word. Nee. Ik denk, oh, ik moet sporten. Dat heb ik niet. Nee, gelukkig. Nee. Maar ik mis het wel. Maar gewoon, ja. En voordat je het weet, mag je weer. Bij een nieuwe PT. Maar ja, daar gaan we het niet over hebben. Nee. Podcast. Ja. Ik kreeg een paar DM's. Waar is de podcast heen? Want we zijn na 3 afleveringen abrupt gestopt. Dat komt omdat ik van de laatste aflevering een audiobaan kwijt was. En ik heb Jeroen mee laten zoeken. Of waren we een beeld kwijt? Beeld volgens mij. We waren volgens mij Vera er beeld kwijt. Letterlijk alle SD-kaarten in het huis verzameld. En dat waren er echt veel. We konden het gewoon niet terugvinden. Dus toen dacht ik, stik er allemaal maar lekker in. Ja. Ja. Ik kreeg wel meerdere DM's ook, hè? Oh. Waar het bleef. Maar goed. Ja, maar mensen missen jou gewoon, want jij uploadt niet. Vera is nu TikToker. Een actrice, zangeres, musicalster. Zo. Wanneer is het Passion? Bijna? 28 maart. 28 maart. Ga dat kijken. Ze hebben mijn microfoon uitgedraaid, hè? Echt? Natuurlijk. Ja, dat kan helemaal niet zingen. Maar je kan zo mooi zingen. I know. Ik vind dat ook eeuwig zonde. Waste of a talent. Echt, maar ja, wat kan ik eraan doen? En maar oefenen, hè? Ja, erg, hè? Maar ja, moeten we verder nog iets vertellen over de podcast? Waar ik om 6:03? Ik denk nooit. Nee. Misschien op Vera's kanaal. Ja. Maar niet op de mijne. Ik kon het niet meer aan. Nee. En dat brengt ons ook naar het boek. Het is ook veel werk hoor, podcast. Zeker als je het helemaal zelf doet. Ja, maar ik wil gewoon ja. Niet meer mentally ill zijn. Oké. Okay. Ik ben daar zo klaar mee. Ja. Ik ben body negative. Ja. Ik ben mental health negative. Ja. Ik heb er gewoon echt geen zin meer in. En je bent genezen van je borderline. Mijn diagnose is vervallen. I know. Ja. Daarom. Dus je bent ook niet meer mentally ill. Dus het is gewoon irritant. Ja. Dat... Maar dit is echt begonnen, zeg maar, vorig jaar rond die Yes Weekend docu. De dingen die toen speelden in mijn leven. Ja. Je weet waar ik het over heb, denk ja, ik, hè? Ja, ik weet waar je het over hebt. Dat heeft mij toen echt aan het denken gezet. Dat ik dacht, ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer... terwijl ik daar voorheen nooit zo'n last van had. Als mensen mij borderliner noemen, ja, En toen hadden we nog een andere situatie. Maar, en dan staat alles staat daar los van. En dan toch komt het weer daarbij uit. Ik vind dat gewoon vervelend. Ik wil mezelf niet meer profileren als mentally ill. Ja. Dus nu hebben jullie voortaan Vera. Zij is body positive en ze is mentally ill. Ja, en zij is, wat staat er ook alweer in je bio? Mental health freak. Activist. Oh, ja. Ik verander het elke keer. Mental health freak of mental health activist. En ik eet gewoon. Ik ben er gewoon om te eten. En ja, jij gaat de andere kant op. Ik heb jarenlang chronisch overshared op het internet. En mijn leven was, zeg maar, mijn video's waren ook echt mijn leven. Ik maakte dan parodie over dat ik diep in de schulden zat. En dat was dan ook echt zo. Mm-hmm. Maakte liedjes over dat ik dood wilde. En dat was dan ook echt zo. Mm-hmm. Als ik ging janken, zette ik op YouTube. Gewoon, dat was echt mijn leven. Maar ik heb die behoefte niet meer om zo erg mijn leven te delen op het internet. Maar het is ook heel normaal dat je groeit en ontwikkelt, hè? You're a mom now. Ja, dus... en daar komt ook wel... daar komt ook wel voor een deel door. En we komen ook nu bij het boek. Mocht je het hebben meegekregen, als je me volgt op LinkedIn... Dit is voor mijn LinkedIn-volger. Ook echt mijn populairste LinkedIn-bericht. Echt kut. Vera en ik... Oh, thanks. Waren, ja, nee, ik bedoel dat mijn populairste is en dat het boek nu... Ja, het boek komt er wel, maar zonder mij.
Vera en ik zouden samen een boek gaan schrijven. Over vallen en opstaan. Een anti-zelfhelp boek. Ja. Over mental illness. En Vera gaat er nu... Ik ben eruit gestapt. Ja. Ik heb de aanbetaling terug overgemaakt. Voorschot. Hij was ook net op je rekening en toen moest je hem weer terug overmaken. Ik ben eruit gestapt. Dus er komt sowieso een boek. Ik denk ook nog steeds. Oktober, wat was het? Nou ja, voor de feestdagen. Voor de feestdagen. Maar het wordt een Vera Camilla boek. Ja. Zonder Sophie Oesri. Ja. Het werkte gewoon. Zo. En ik had op een gegeven moment zijn vriendin ook van ja... Misschien is het ook wel beter dat je dochter dan later niet al die gekke dingen leest over de moeder in een boek. Dan denk ik, ja, weet je, je hebt natuurlijk digital footprint. Maar als het in een boek staat, ik was die verhalen steeds aan het typen. En iedere keer dacht ik, ja, er zitten zo... En ik zou sowieso met minstens 8 mensen ruzie krijgen, denk ik. Ook al vertel ik het vanuit mij. Ja, daar zou allemaal gezeik van komen. Ja. En ik dacht inderdaad, ik heb altijd die dingen willen... Ik wou heel graag een boek schrijven. Het zijn allemaal verhalen die ik graag had willen delen. Ook over de kliniek en whatever. En toen ik het aan het schrijven was, dacht ik... Ik denk dat het beter is als sommige dingen gewoon van mij blijven. Ja. Omdat het gewoon... Het is gewoon crazy. En eerst wou ik nog eens van, we gaan tea spillen. En toen was ik weer van, nee, het is crazy. En ik twijfelde op een gegeven moment zoveel. En toen kregen Vera en ik beef. Ja, ik wou net zeggen, we kregen ruzie, ja. Toen kregen we weer ruzie om de titel. Ja. En dit toen, was een ongoing... Dit kwam elke keer weer terug. Ja. Dat ik ruzie kreeg over de titel. En dat is natuurlijk ook... Ja, dan besef je ook wel... Als we bij de titel al blijven hangen, dan beter niet. Dan wordt het niet goed. Dan gaat het niet goed. Dus ja, we zijn uit elkaar eigenlijk. Ja. Zakelijk. Maar wel gewoon prima, ja. Zakelijk. Ja. Dus ja, dan weten jullie dat. Ik ben er wel sad over, hoor. Ja, nou, ik zat vandaag in de auto... En toen dacht ik, misschien moet je dit even bliepen hoor. Ik zat zo te rijden, jou op te halen. Toen dacht ik, eigenlijk is... Best een leuke titel. Dat dacht ik echt. Die titel moet je even bliepen. Dacht maar dat ik, oh, de titel niet. Nee, maar stel je voor. Want toen, zij kwam daar toch mee uit. Ja, ik had ook gewoon kunnen zeggen, oh ja, leuk. Ja, maar het heeft gewoon niet zo moeten zijn. Maar nee, en ik dacht toen inderdaad ook van, ja, die titel is ook wel leuk. En toen ging ik weer verder denken. Denk ik, nee, het is beter als ik mijn verhalen gewoon voor me haal. Want uiteindelijk ga ik er denk ik meer... last van krijgen dan baat bij hebben. Omdat gewoon ook 1 negatieve reactie van iemand die dichtbij je staat... komt gewoon harder binnen dan 20 DM's van mensen die zeggen... oh, echt fijn dat je dit deelt. Ja. Dus ja, het had niet zo moeten zijn. Nee. Maar het had wel zo moeten zijn, want Vera die wilde het boek niet schrijven. Die keek om tegenop. Ik wou heel graag. Ja. En toen, tijdens het schrijven, vond ik het steeds kutter worden. En Vera, die vond het helemaal fantastisch. Ja. Die heeft helemaal een hobby gevonden, de rust erin gevonden. Die is helemaal zen... Voor haar is het helemaal therapeutisch om alles op te schrijven. En nu komt dat boek er alsnog. Want in de eerste instantie wilden ze toch alleen Vera hebben. En toen heeft Vera gezegd, ik doe het alleen met Sophie. Ja. Dus nou, ja. Uiteindelijk is het gewoon, had het zo moeten zijn. I know. Jij had mij gewoon nodig om het te gaan doen. Ja. Maar ik vind het wel erg dat we zo ruzie hebben gehad. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb wel eens erge ruzies gehad in mijn leven. Ja, oké. Okay. Ik vond het nog best wel prima. Oh, gelukkig. Ik ben wel blij... En trots op ons. Kunnen communiceren, dat is niet normaal. En daar heb jij ook echt voor gezorgd dat je dat wel los kon zien van onze vriendschap. Ja. Zeg maar, dat het niet goed liep met, nou ja, boek en de discussies en de ruzie daarin. Maar dat je dus wel zei van, oké, we moeten gewoon niet meer samenwerken en dan kunnen we nog wel vrienden blijven. Ja. En toen dacht ik van, ik het niet, maar daar kwam het wel. Nou ja, maar wel zo'n beetje. En toen dacht ik echt van, ja, maar hoe ziet het er dan uit? Maar het is wel gewoon zo. Ja. 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 Het was inderdaad gewoon... Maar daarom zeg het ook, never work with your friends. Ja. En als influencer is dat moeilijk, want technisch gezien zijn we nu ook heel hard aan het werk. True. Alleen... Ja, ik dacht ook, als je niet meer wil werken... Girl, you better eat. Luister. Je had vroeger het YouTube-kanaal van die ex van Thomas, Darcy. Ja. En nog een andere chick. Die ex van Thomas. Ja, sorry, ik ben heel, heel oud. Okay. Thomas, de vriendin van Koen. Ja, de vriendin van Koen inderdaad, maar ja, niemand weet wie Koen is. Dus de ex van Thomas, waar ze een baby mee heeft. Oh nee, ze heeft een tweeling zelfs. Ja. En die had toen een vriendin, die heette ook Jade of zoiets. En zij hadden dus een YouTube-kanaal over seks. En toen gingen zij een boek uitbrengen samen over seks. Maar toen dat boek uitkwam, hadden ze inmiddels slaande ruzie gekregen. Oh my god. Ja, en toen was dat boek uit. En dan moet je dus nog een met soort van... Met z'n tweeën zo... Oh, ja. Nou, toen, dat vond ik echt, dat ik echt dacht, oh, dat is, nou, dat, nou, dat vind ik echt erg. Ja, dat is heftig. Ja, dan heb je een heel boek geschreven met z'n tweeën en dan uiteindelijk wil je elkaar niet meer luchten of zien. Dat zijn echt die boeken, hè? Die maken mensen kapot.
Nee, maar ja, dit was inderdaad echt wat ik zei van... Gewoon als wij samen zo'n project doen, dan krijg ik daar gewoon geen energie van. Maar verder hebben we het altijd gezellig. Ja. Dus wat mij betreft dan niks aan de hand. Gelukkig. Maar ik zou het niet omschrijven als ruzie. Nee, ik heb je niet uitgescholden. Nee, zou je het niet omschrijven als ruzie? Ja, ja, jij was even fel toen je in Parijs aan het lopen was. Toen heb ik je ook een dag gelaten. Toen dacht ik was boos, die ja. meid, die moet even... Maar de week erna was jij boos op mij. Nee, ik was niet boos. Jij wilde niet opnemen als ik jou belde. Nee, ik zat hoog. Ik zei het zo. Ik zit nog even hoog in mijn irritatie. Ja, dat was het, ja. Dus ik ben er nu nog niet klaar voor om te bellen. Ja. Okay. Maar ik heb niet gezegd dat ik boos was. Nee, nee, nee. Oké. Nou ja, nu is het allemaal goed gekomen. Nu zijn we hier. Nu zijn we hier. Ik zit zo vol, maar zo lekker. Ik zit ook echt zo vol. Maar echt, die Happy Italy pasta's... Het is echt een huge bak. Ja, maar mensen zijn... Je bent echt een lover of een hater. Want of mensen vinden het fucking lekker... of mensen vinden het echt gorst wat er is, Happy Italy. Maar ik moet zeggen... buiten die pasta met zalm vind ik ook niet per se heel veel aan. Nee? Dus, nee. Ik vind de tiramisu ook lekker. Ja, dat is waar. Die tiramisu is echt heel lekker. Die heb ik niet meegenomen, want ik dacht, ja... Vind ik niet normaal. Word ik weer veroordeeld. Ja, vind ik echt niet... Vind ik niet normaal. Ja, Jeroen zit erbij, hè? Ja, daarom. Doodeng. Hij heeft ook echt zijn hoodie op en zijn haar zo voor zijn ogen. Hij gaat jou straks in elkaar vallen. Maar echt, ik ben echt doodsbang. Hebben we nog iets leuks om te... Heb je... Welke serie kijk jij? We hebben het over gehad in de auto. Ik kijk Shameless. Oh, sorry. Ik kijk Shameless. De Rookie. De Rookie, ja. Toen ik op Clubhouse zat, vroeg ik, wat moeten we nu kijken? En jullie zeiden Shameless en de Rookie. Nou, ik vond Shameless verschrikkelijk, maar Vera vindt het top. Nou, luister. Ik had wel een soort van... Ik was al helemaal emotionally invested in het eerste seizoen aan bepaalde... acteurs die in het tweede seizoen er niet meer zijn. Oh. En daar moet ik wel verwerken. En nu denk ik wel van, ja, vind ik het dan nog leuk? Dus ik ben twijfelachtig of ik het doorzet. Kom naar de Rookie. Ja, grote kans. Wij hebben Tim Bradford en hij is echt sexy. Wat gaat gebeuren? Wat denk jij van Koningshuis? Moet het weer even over hebben. Belangrijk. Kate Middleton. Oh, ik dacht in Nederland. Nee, niet. Nou, ik moet heel hard lachen. Niet. Er is zo... Ken je dat TikTok-account van die jongen die zo heel vals gaat zingen voor alle celebrities? Dus ze zegt, oh, can I sing you a song? En gaat zo... Ken je die of niet? Nee. Nou, dus is zo'n jongen en die vindt dus echt iedereen... Dat had hij een video met Dua Lipa. En toen zei iedereen in de comment van... At this point, you gotta find Kate Middleton. Ja, maar echt. Omdat hij gewoon alle celebrities vindt. Ja, want nu ook weer. Je had natuurlijk al die foto's op de foto. Maar nu was ook een soort van... Kijk, hier lopen William en Kate door een kerstmarktje. En dat wagen ze helemaal niet. Het is ook geen kerst. En het is ook geen kerst. En het is ook een soort van... Waarom kan je wel dit soort blurry beelden delen? En waarom niet gewoon een foto? Meer. Misschien leeft ze niet meer. Misschien is het een conspiracy. Ik denk dat het gewoon een soort van... Avril Lavigne. Ja, of ze heeft gewoon plastische chirurgie laten doen. Ja, dan komt ze straks terug met een dikke BBL. Ja, misschien heeft ze dat gewoon een BBL. Stukken borst. Ik heb ook plastische chirurgie gehad. Ja. Moet misschien ook over. Ja, misschien moet het daar ook over vertellen. Mijn nieuwe borsten zijn echt heel klein. Maar ja, je ziet het nu ook wel duidelijk. Zulke tepeltjes. Ja. Ja, ik wilde nog zeggen, ik zei tegen jou dat het net peperonis waren. Ja, maar het zijn pepernoten. Het zijn juist geen peperonis. Nee, maar ik bedoel, peperoni is zo'n heel klein worstje. Ik ben echt van, nou dat, nou. Ik bedoel niet peperoni is echt wel, nee, maar salami is zo. Maar peperoni op een pizza is echt nog wel zo. Oh, nou in mijn beleving was het zo. Nee, het is, ik ben echt van boterhamworst naar pepernoot gegaan. Ja, heerlijk. Ja. Ja, ze zien er goed uit. Ik krijg elke keer foto's van Sofie. Echt iedereen. Tegenwoordig wel met trigger warning. Echt, ja, nou, ik stuur het dus gewoon altijd naar iedereen. Maar letterlijk iedereen, hè. Gewoon echt. Ik zag nu ook weer een Snapchat van jou, dat je zo... Met tattoo. Iedereen. Iedereen. Maar die tweede hand was Jeroen, hè. Die helpt mij. Ja, zeg ik, Jeroen, kan jij even voor mijn andere tepel je hand houden? Ja, wij doen dat samen. Wat lief. Dat is teamwork. Iedereen heeft mijn titel gezien, ja. En toen op een gegeven moment zei jij van... Wat zei jij? Kan het met een waarschuwing worden? Want Jeff kijkt mee. Ik denk, ja, boeien. Het was ook voor Jeff. Ik stuurde het letterlijk voor Jeff. Nee, volgens mij zat ik in de... En ik vroeg ook naar Sam. Zei, wat vindt Jason ervan? Want Jason die zat te zeggen dat ik hangtieten had. Door hem ben ik naar die dingen. Ja, heel erg. Oh, mag hij het ook zien? Ik denk, hallo! Weet hij wel dat hij de oorzaak is? Ja, 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 dat weet hij. Daar herinner ik hem iedere keer en als ja, ik hem zie. Ja, snap ik. Ja, op een gegeven moment waren we Tieten zelfs even de groepsafbeelding van de groepschat met de meiden. Maar toen sliepen jullie al. Alleen ik oh, en Nicola. Nee, en toen had ik het weer van... I'm not the same person I was 10 minutes ago. Nee, ja, alleen Nicola was nog wakker. Jij, Sam en Iris waren allemaal... Ja, we zijn weggeloos. We hebben binnenkort weer Girls Night. Mm. Ik wil die nieuwe film met Lindsay Lohan eigenlijk kijken. Nee, luister. Kijken, maar... Sam heeft dus nog nooit Mean Girls gekeken. Ja, ik dacht ook nog, dat komen we er niet aan. Dus dat moeten we echt doen. Ze moet gewoon echt... We owe it to her. Waarschijnlijk is ook nog nooit Lingerie Blonde gekeken. Nee, dat weet ik wel zeker. Ik denk dat ze niet eens weet wat het is. De Cinderella Story? Dat denk ik ook niet. Maar die meid is van een andere generatie. Maar echt, hoe oud is ze? 23.
Ik besefte vandaag dat ik 26 word in mei. Oh, ik was bijna huilen. Ik zat in de auto, Jeroen. Ik heb wel heel veel zin in mijn verjaardag. Ja, wat gaan we doen? We gaan bij plein 4 zitten in Eindhoven. Oh ja, klopt. Waarom altijd fucking plein 4? Ja, dat voelt gewoon goed. Het is echt de place to be in Eindhoven. Nee, ja, ik ben er nog nooit geweest. Nee, maar... helemaal niet. Maar het voelt gewoon goed. En volgend jaar gaan we naar Apeldoorn. Daar heb ik ook leuk. Heel veel zin in. Ja, ja, ja. Maar ik word gewoon 26. Doe even normaal. Maar het is echt zo jong. Ja, het is echt fucking oud. Nee, het is echt zo jong. Ik vind het niet normaal. Echt. Ik ben 27, dus ik kan het weten. Jaap zit echt een hele tijd zielig afvallen te kijken. Van de dieren, al die testvideo's. Oh. Hij is helemaal een tonnetje geworden nu. Dus hij moet echt 0,9 kilo of zo moest eraf. Ja, hij is wel een beetje. Moet jij in een calorietekort, hè? Ja. Oh, hij kijkt ook echt boos. Oh ja, maar hij is echt sad. Hij moet ook een Fitbit. Terwijl, hoeveel calorieën kunnen er in hondenbroekjes zitten? Nee, het kan niet veel zijn. Nee, vind ik echt heel raar. Maar ja, wie ben ik? Pardon. Maakt niet nou, uit. Nou, moeten we nog iets bespreken? Nee, volgens mij hebben we nu alles gehad, hoor. Ja, we zijn snel doorheen gegaan. Ja, ik dacht echt... Het klonk dramatischer dan het was. Ik dacht echt, we gaan weer ruzie krijgen. Waarom? In deze video. Maar je was ja, maar jij beetje, dacht... De reden, je bent zeg maar, lief voor even, me. De reden dat Vera toen zo fel deed in die spraakmemo... Toen ik dacht van, ik laat er even een paar dagen tot ze thuis is... Was omdat jij door mijn appje dacht dat ik boos was. Maar dat was ook helemaal... Ik was de hele tijd gewoon zo. Ja. En toen zei ik het ook. Ik zei letterlijk, maar niemand is boos. En toen kreeg ik een duimpje. Ik liep... Ik liep door Parijs, dus je moet ook beseffen. Ja, maar daarom dat dacht het... ik ook... Maar dat was, ik kreeg die memo, ik dacht, zij is duidelijk overprikkeld. Ze is op influencertrip. Ik dacht, ik wacht wel tot ze thuis is, dan hoor ik het vanzelf wel. Ja. Dan ga ik ook niet doordrammen, zeg maar. Nee. Gereed? Ja, ik heb een Apple Watch, jongens, snap het niet. Hij is een timer aan het zetten. Oh. Maar waarom? Dat wil ik helemaal niet. Oh, die gaat straks trillen. Stop. Oh, nee. Apple Watch, ingewikkelder dan een Fitbit. Heb ik gekregen van Jeroen omdat we 3 jaar samen zijn. Morgen zijn we 3 jaar samen. Wanneer krijg Als deze video online komt, zijn we 3 jaar samen. Wanneer krijg je sieraden van Jeroen? Dan wil ik... Zie ik eruit? Ja, maar eerst had je wel sieraden. Ja, ik had die ketting. Die heb ik toen afgedaan voor mijn operatie. En it never came back on. Ik moest alles afdoen. Wel lief, echt een Apple Watch. There's my husband! Oh, maar ik schrok, hè. Ik denk dus al 2 dagen dat een hitman naar mij toe wordt gestuurd. Oh, social media is echt... Oh, maar wij hebben het er niet over gehad waarom jij niet uploadt. Oh, nou ja, waar we het niet over hebben. Ik ben depressief. Ja, en YouTube dus. Maakt me depressief. Ja. En ik heb een midlife crisis. Een identiteitscrisis. Ik ben een boek aan het schrijven. Ik doe TikTok. Ik doe Instagram. Het is too much. Ik verdien geen geld momenteel. Het is, ja... Dus er staat een GoFundMe link in de video. Grapje. Ze heeft echt heel veel Chanel tassen. Die ze nog kan verkopen. It's fine. It's fine. I'll be okay. En ze hebben bijna een rijexamen. Oh my god, dat ook nog. B in de chat voor Vera. Zet die weetjes. Hey, bedankt voor het kijken. Duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Laat een leuke reactie achter. Volg me overal. Duimpjes omhoog als je excited bent voor Vera de boek. Zonder mij. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.